Goedemiddag, avond, dag of wat dan ook. En hier is het derde deel van de livestream van 7 november. Wij hebben besloten om nog één gewone normale run te doen met The Binding of Isaac Afterbirth. Zelfde waarschuwing als bij de vorige part van de livestream. Ben je heel erg gelovig? Dat je niet echt maar tegen bloed kan of creepy beelden? Is het aanrader om deze video niet te kijken aangezien dat ja, Afterbirth zit er nogal vol mee? Dus hou daar rekening mee. Goed. Hij heeft hem een keer voor gedaan en zo. Juist. Goed, we gaan dus zeg maar nou een normale hardrun doen, maar dan random. En we kijken wel wat daarmee gaat komen. Ik bedoel, we hebben het gezellig, ik heb het gezellig. En het wordt een cane run. Nou, die heeft heel veel geluk, dus dat kan op zich wel heel erg gunstig zijn. We beginnen gelijk met een lucky foot, dus we hebben al gelijk heel veel geluk. En volgens mij is zijn damage al op... Nou, die heeft 2. Dat maakt niet echt zoveel uit. Nou, maar hopen dat we een beetje goede items krijgen. Goed. Zoals je ziet, er is een score systeem ingebouwd. Want je hebt nou ook daily challenges. En... Auw. Ik word al gelijk hier... Jongens, ik wil niet heel vervelend doen. Maar jullie weten dat jullie geen ogen hebben, hè? En oh, deze potten, die wil je eigenlijk zo graag breken, hè? Ik bedoel, we hebben al een sleutel. Daar niet van. Maar we hebben geen bommen. Oh, die kant op. Oké. Kan hier een bom in zitten? Een sleutel en een bom. Oké, nou dan kunnen we deze opblazen. Misschien krijgen we nog wel geld. Nee, spinnen. Weet je wat? Screw die spinnen. We hebben nog een bom. Dus we kunnen nou wel die ene munt daarop pakken dan. Of die andere sleutel. Maar ja, we hebben 2 sleutels. Dus laten we eens naar de item room gaan. Wie? Oh. Penetrates. Oké, dat is een goede item. Dat is een goede item. Oké, nou. Eens even opblazen. 1 muntje daar extra bij. Altijd gunstig. Dat zijn van die dingen die wil je eigenlijk best wel hebben. Dat zijn goede dingen. Dat zijn goede items. Goede muntjes. Dus daar wil ik wel eigenlijk een bom voor geven. Dat is niet echt zo'n ramp. Oké. Okay. Ja, ja, alsjeblieft. Kistje. Oké. Okay. Goede pil. Decent. Was wel leuk geweest als we die inderdaad in de kamer hadden. Een beetje even op onderzoek uitgaan. Oké, dan gaan we even die kamer nog hierin. Misschien kunnen we nog een bom te pakken krijgen. Oh, over bommen gesproken. Hallo. Nee, jou wil ik zeker niet pakken. En holy snijvogels. Ik hou niet van spinnen. Oh, ik wist eigenlijk niet dat jij... Oh, ho, jij doet heel veel schade. En jij schiet mij bijna neer. Daar ben ik het niet mee eens. Oh, hallo, ga je nou van mij weg? Jij schiet mij niet neer, vlammetje. Kom hier dan. Doei. Ah, dat is gemeen. Ja, ik wil hier eigenlijk toch in. Waar is dat? Companionship. Dat was niet echt waard. Dammit. Een half hartje. Oh, damn. Weet je waar? We gaan gewoon de shop in. We gaan gewoon de shop in. Dat gaan we gewoon doen. Gaan we die bom pakken. Gaan we die ene bom terugpakken. We hebben het nodig, jongens. We hebben het echt nodig. Oké. We hebben geen hartjes. Damn. En dan maar alleen die bom. Hopelijk dat we wel hartjes kunnen vinden dan nog. Oh, boy. Dan voelt het echt als een lost run dit. Hopelijk zitten hartjes in de kistje, want anders hebben we een heel groot probleem. Ik hou nu van lava. Oké, nou, ik zie geen tinted rock, dus laten we dan maar dit gewoon opblazen. Bommetje terugpakken. Hartjes! Hartje! Oh, ik ben blij. We hebben een hartje. Goed. En we hebben de bom ook weer terug. Die sleutel die kan me gestolen worden. Die mag van mij daar gewoon mooi in blijven zitten. Die ga ik echt niet pakken. Dus laten we maar naar de bos van deze room gaan. Waarom ook niet? Oké. Wie hebben we? Pin! Oh, dan is deze... Deze is eigenlijk best wel... Dat was snel. Magic 8 Ball. Extra snelle shot speed. En deze die is heel erg handig voor de volgende room. Ik hou niet van lava. Had ik al gelezen. Maakt niet uit. Ik lees het nog een keer. Maakt uit. Oké. Okay. Nou kunnen we hier voorzien. Oh, oké. Okay. Dan kunnen we hierin. Zit erin. Guppy Spa! Misschien strakjes. Oké. Okay. Heal! Oké. Nou hebben we de hele map. En nu zie ik hier een secret room. Die zijn altijd gunstig. Guppy Spa is eigenlijk best wel gunstig op dit punt. Dus. The World. Die wil ik wel bewaren. En een batterij die hebben we niet nodig. Want Guppy kunnen we zo vaak gebruiken als dat we willen. En oh boy. Jullie komen niet dichter bij mij. Ah, je speelt Kane. Yep. Die is uit de randomizer gekomen. Oké, hoi, doei. Jullie kunnen mij niet raken, want ik ben te slim.
Zul je net zien dat ik nou geraak word, nou dat hij heb gezegd. Of toch niet. Voor de mensen die het willen weten, Guppy Spar zorgt ervoor dat als ik hem gebruik, dat er één rood hartje verandert in 3 Shadow Hearts. Ai, 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 ai. Oh! Dat ging me net goed. 1 muntje is niet waard. Oké, wat is het item? Vraagteken. PhD! Ping! Bombs are key. Nou, die is zinloos. Want we hebben geen bommen en we hebben geen sleutels. Dus laten we maar gebruiken, want ik wil eigenlijk die worldcards gebruiken voor dadelijk de volgende vloer. En, oh, jij bent onzichtbaar. Dat is gemeen. En jij moet bij mij uit de buurt blijven. Ik serieus, want ik hou niet van jou. Helaas. Is heel vervelend voor je, maar ik kan er niks aan doen. Goed. Beetje damage-up zou geen kwaad kunnen. Hallo, hoeveel luck hebben we eigenlijk? Eentje. Oh, boom. Nou, blijven jullie daar in het hoekje zitten, kan ik jullie even makkelijk raken zo. Batterijen hebben we niks aan. Batterij! Dat ik die grap nog niet gemaakt heb. Ah, weer bommen. Mooi. We hebben 2 bommen en 2 sleutels. Dat is alleen maar gunstig. Ik moet weer gaan leren. Zucht, doe jezelf de player en de rest. Maakt niet uit, kerel. Was gezellig dat je er was. Succes met leren is ook heel belangrijk. En misschien tot de volgende video of livestream. Zit een verschil tussen de verschillende karakters? Ja, iedereen die heeft verschillende stats. Verschillende begin-items. Dus ja, er zit wel een groot verschil tussen. Oké, ik ga jou even opblazen. Hé, hey, we krijgen een bommetje terug. Dat is mooi. Wil ik hem wel... sleutel hebben we niet echt nodig. Laten we eens even verder kijken. Hallo. Ja, jullie plegen al gelijk zelfmoord. Dat is alleen maar gunstig. Jij knippert groen. Zo. Die ontploft gelijk even. Oh, die willen we zeker opblazen. Small Rock. Ah, jammer. Ja, wel een Soul Heart. Een beetje geluk... Hebben we dadelijk een deal met de devil, dus... Oké, nou, ik heb nou... Weet je waar, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Boom! Deze kunnen we gratis openen. Wat is dit? Cricket set! Oh, de beste damage-up ooit! Ik hou van Krip. Oh, die is geweldig. Swallow Penny, ook. Ja, weet je waar, ik hou gewoon die lockpick. Ik bedoel, serieus, kunnen we die gouden kistjes kunnen we gratis open blijven maken. Dat is toch wel handiger. Hallo, zie mijn damage. Echt, mijn damage is nu al 5 streepjes. Dat is geweldig. En ook al zit hij op de max, dan kan hij nog sterker worden. Dus damage kan echt gewoon zo enorm sterk worden. Oké, nou, jij gaat dood. We maken nou vliegjes en poepjes gewoon in één klap dood. Gewoon. Heerlijk. Wat is dit? Little charge, niet nodig. Oké. Little Horn. We hebben jou al gezien met greed mode, maar dat maakt niet uit. Oh, jij houdt zoveel van dat teleporteren, hè? Dat is zo vervelend. En je hebt zulke gemene aanvallen op sommige momenten. Nou, kom eens even hier. Kom eens even hier, ik wil je pijnigen. Met mijn tranen, die op een speer lijken. Oké, doei. Oké, pentagram, damage up, netjes. En 2 soul hearts en... Oh, pap, 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 pap. We hebben nou een extra damage up bijgekregen, dat is alleen maar gunstig. Oké, nou, dat was op zich wel decent. Dit was wel een goeie. Heb een beetje achterstand tussen chat en stream. Ja, dat weet ik, dat is bekend. Oké, nou, we hebben hier al een secret room. Jou kan ik niet opblazen, helaas. We hebben hier. Die wil ik hebben. Poison tears, altijd handig. Maakt niet uit dat ik daar even wat vijandjes voor moet verslaan. Komt u maar! Oh, wil je me niet raken? Daar heb ik wel problemen mee. Daar heb ik echt... Daar ben ik geen fan van. Ah, niet schiet op mij, hè? Ah, paas erop. Oh, bommetje. Nice, die hebben we nodig. Ik bedoel, ik weet dat ik damage kan nemen voor dat ding daar, maar... En waarom ben ik niet de secret room ingegaan? Ik ben echt dom. Nou ja, we hebben nog altijd hier... Hi. Au. Ah ja, zijn jullie ook allemaal dood. Maakt niet uit. Wat is dit? Range up. Altijd handig. Ik ga gewoon dit doen. Doen. En nog Soul Heart. Bombs are key. En ik wil mijn keys eigenlijk wel houden. Bombs are key. Nou ja, misschien... Als we nou eerst echt maar eventjes de... Nou ja, trouwens, ik ken nou... Ik krijg zoveel sleutels. Ik hou hem gewoon nog even bij me. Mochten we nog iets goed vinden, dan... Oh, infestation shot. Altijd handig. Oh nee, spider baby, ja. Als we geraakt worden, krijgen we nog spinnetjes. Altijd handig. Ah,
Natuurlijk word ik daar geraakt. Nee! Deurie. Dit is een soort van portal gun. Eigenlijk best wel grappig, maar die wil ik niet hebben, dus... We negeren de rest gewoon eventjes. Heel de familie van de muzikant heeft een voice acting gedaan. Vader, God, hè? Vader, waarom zelf? De vader, God, zijn van de... Juist, ik weet ook niet precies waar dat dit over heeft. Waarschijnlijk over de voice actors van het spel. Degene die de pillen inspreekt, degene die de intro inspreekt en dat soort dingen. Dus... Oké, wat is hier alsjeblieft? Hi. Dank je. Waar is dit? Tears up. Altijd handig. Tears up. Drie muntjes voor een bom, hartjes voor een bom. Dat willen we allemaal niet. Oh, hoi. Dat was ook weer een muntje waard. Ik bedoel, we hebben geen bommen. Ja, ik weet het. We kunnen... Oh, jij bent groot. Jij bent groot en sterk. Oh, Ik bedoel, mochten we nou ergens bommen voor nodig hebben? One makes you larger. Nou, die wil ik liever niet hebben. Ik blijf liever klein. Klein maar fijn. Oké, boss time. Gertie Jr. Oh, nee. Niet twee Gertie Jr.'s. Ik haat twee Gertie Jr.'s. Nee. Ik krijg natuurlijk geen deal with the devil omdat ik nou geraakt ben. Daar baal ik wel van. Vitaminen! Vitaminepil. Oké. Oh, ik mag hier nog in ook. Je wil echt heel graag ook bommen pakken, hè? Wil je echt heel graag spel? Oh, ik blijf hier even staan. Weet je wat ik ga doen? Alle sleutels die ik zie, die laat ik gewoon heel eventjes liggen. Oké, wat is dit? Krijgen we weer een paar. Nou, ik hou toch bombs en key bij me even. Oh, dat was dom. Oké, screw it. Here we go. Aangezien dat ik in deze ruimte nou alle bommen gewoon zeg maar... of alle sleutels gewoon gratis kan openmaken. Pas erop. We hebben nog meer... Oh, een hand. Wat leuk. Hey hand. Hey Kasper, het onvriendelijke spookje. Ga eens weg. Ja, ik weet dat je kunt dashen, jongen. Maar daar trap ik niet in. Oké, schiet maar. Ik wist dat je zou schieten. Maar daar trappen wij niet in. Nee. Daar trappen wij niet in. Nee. Goody's dead. Not big surprise. Oh, nee. Tuurlijk. Dat kon je toch niet ontwijken, joh. Hallo. Jij spant die irritante beesten en daar ben ik geen fan van. Kun jij alsjeblieft... Oh. Ja, die pil pakken we dadelijk wel. Los fry. Los protector. Oh, die gaat gewoon de kamers langs. Oké. Die volgt gewoon de muurtjes. Nou, dat is ook kut. Dat is dezelfde pil als die we nu al hebben. Maar we hebben nog niet echt een... item waarvan ik zeg van, nou! Oké, we hebben hier nog meer. Oh, diglets. Concentratie. Het gaat op zich wel decent met de run. Ik bedoel, we hebben crickets head, dus... We hebben best wel veel damage up, dus onze damage is best wel goed nu. En we pakken best wel veel sleutels op ook, dus... Wat is dat? Nou, ik weet dat dit mij extra money's is geeft. Weet je wat? We gaan gewoon die batterij kopen. Dan heb ik nog eentje nodig. Kan ik even hem opblazen? Double charge. Kijk dan... Oh ja, is jouw... hold item, die gebruikt hij dan dubbel geloof ik of zo. Is een van de nieuwe items, dus ik ben daar nog ook een beetje mee aan het vogelen wat dat precies eigenlijk doet. En bommen nou genoeg, dus... Waarom ook niet? Hier een sleutel. Zie je weer onze sleutelaantal? Die komt alweer terug, joh. Nooit meer zorgen gemaakt over die sleutels. En die vlieg, die is best wel zinloos. Oké, weer een bommetje. Q-bones. Vind je bij de volgende Devil Deal brimstone? Oh, dat hoop ik wel. Ik hou van brimstone. Brimstone is een van mijn favoriete items. Ha! Ha! Pas erop, hè. Oh.
Dat ging me net goed. Verander niet in Cubones jullie, hè? Dat mag niet. Maar ja, dan moeten we wel zeg maar een devil deal krijgen. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Oké, we hebben hier. Oh boy. Oh, deze beesten weer. Oh, die zijn zo irritant. Au. Nou ja, we krijgen nou in ieder geval money voor elke keer dat we geraakt worden. En een spin. Hoi. Doe eens even lachen naar de papa's. Dus lachen. Sluit me gewoon in, hè. Lach. Oh, en dan pas... Oh, dat is echt... Dat is geniepig. Kom hier. Trek je mond open. Gek. Jongen, 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 jongen. Oké, we zijn even pil. Hatch. Range up. Altijd handig. Ja, dat is echt een hele leuke combinatie. Oké, we hebben hier. Nee, ik hou deze. Ik hou de lockpick. Die is veel beter. In mijn mening. Oké, we hebben nog 3 hartjes. We kunnen nog 1 hartje in 3 hartjes veranderen. Wat gunstig kan zijn. Oh, hoi. Hebben we jou ook weer. Nou ja, hoe langer dat jij stil blijft staan, hoe meer dat ik je kan raken. Dus mij hoor je niet klagen. Doei. Oké, die... Oh, die wil ik hebben. Die geeft zoveel HP. Oké, helaas geen brimstone. Zou wel leuk zijn geweest. Deze items... nee. Nee, nee. Ze zijn niet waard. Nee. Alles make-upje is het eigenlijk wel handig. Oh, nee. Nee, 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 nee. Dat gaan wij dus niet doen, hè. Look of the draw, dat gaan we ook niet doen. Want ik heb geen kaarten, items of iets in die tent. Dus... Oké, even hier alles opblazen. Misschien krijgen we een leuke kaart. Wat is dit? Brengt ons gratis naar... Weet je wat, die is wel wat handiger. Mochten we nou een sacrifice room tegenkomen, dan kunnen we daar gratis uit. Dik, dik, dik. Oeh, snelheid. Ik ben blij dat ik snel ben. Dank je. Oké, nou ga ik skills doen. Niet geraakt worden. Helaas. Bombs are key. Nou, die is zinloos nou. Weet je wel, we gaan die andere niet pakken. We gaan die andere nog niet eens proberen te pakken. Normaal gesproken kan ik dat best wel stijlvol doen. Dus, oh, paast op. Mystery sack. Wat eruit komt, het is een mysterie. Altijd handig. Het is op zich wel decent. Er kunnen best wel goede items uitkomen. Hebben we hier nog iets boeiends in zitten? Joker card misschien? Ja, die is nou wel... Even wachten. Ja, die is nou wel gunstig. Vooruit dan. Neem we die wel mee. Oh, hoi. Eigenlijk eerst eventjes daar naar boven toe om te kijken wat er in de challenge room zit. Money. Retrovision. Nou, die hoeven niet. Nou, kom op. Oeh. Nou, we kunnen het gratis openen. Let's do it. Auw. Concentratie. Cubone attack. Oké, die nog openen. Zijn dan wel helemaal geweldig zijn als we ook... I can see forever. Dat is altijd handig. Niet zo met je navel spelen. Nou, maar keys hebben we genoeg, dus... ik wil hem eigenlijk meer gebruiken voor de gratis teleportatie. Oké, hoi. Kom heel even jullie feestje even verpesten. Vind ik vast zeker niet erg. Niet schiet op mij, hè. Oké, hier willen we alles. Misschien dat we een Joker card kunnen pakken. En alle stomme beestjes die we. Auw. Alle stomme beestjes. Doei! Oh, ja, Curse of the Maze. Deurie. Dan komen we daar eigenlijk nog wel terug. Hey, Griet, hoe gaat het ermee? Heb je even wat money's voor me? Misschien Steam Sale? Nee? Je vergeet een key, zeep! Ja, ik weet het, ik weet het! Alleen we hebben Curse of the Maze en dat is vervelend.
maar één kaart gekregen. Waar is daar? De Hangman. Flight kan handig zijn, maar niet voor ons nu. Oké, nou mogen we eventjes... Oh ja, dat was de shop. Dat was Greed. Oké, nou waar zat die key nou? We kunnen hier in de... We kunnen hier naar de secret room, dat is al gunstig. Hoi. Hoi. Nou, wat je secret room noemt, zeg. Auw. Oh, ik mis flight op sommige momenten zo. Halleluja, damage up, tears up. Gratis in de sacrifice room. Klaas erop, hè. Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Ik wil hem toch, ik wil toch zo'n item hebben. Ik bedoel, ik krijg er geld voor, dus. Kom op. Taal uit. Wat is dit? Ik voel me balzy. Oké, nou weet je wat? We pakken eventjes deze hartjes. Die zijn nou eens gewoon uitbetaald, jongen. Kerel. Kom op, ik wil niet te veel hartjes uit. Nou, we krijgen genoeg range up, maar ik wil gewoon je item hebben. Dank je. Kijk, een damage up. Dat was het totaal waard. 100%. Hi. Nou, hartjes ook weer gevuld. En weer die swallow penny, maar die wil ik niet. We hebben al piggy bank, dus we hebben dat. We hebben die. Dat effect hebben we al, dus. Oké, nou. Ik denk dat we nou een beetje wel alles gedaan hebben. Dus laten we maar naar de baas toe gaan. Ah, dank je dat je ons daar recht naartoe teleporteert. En... Nee, niet de brownie. Oh, die is moeilijk. Oké. Doe wel mee. Die kan hele gemene aanvallen doen. Holy room. Ah, ik was eigenlijk aan het hopen op Godhead of zo. Maar, wat is dit? Die untain... Wat? Dat is iets wat ik nog nooit gezien heb. Hi! Dankjewel voor je item. Nou ga ik je ermee vernietigen ook. Oké. Misschien kunnen we nog een Mega Satan run doen. Wie weet. Ik weet niet wat het is, maar... Damn, son! Ja, Hugo, ik heb het item nog nooit gezien, dus ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Yep, gaan we gewoon doen. Oh, hi! Doei! Nog één? Oh, mystery sack. Joker card, yes! Die bewaar ik gewoon. Mochten we nou namelijk weer een deal with the devil of deal met de angel krijgen, dan hoeven we hem nog niet te gebruiken. Krijgen we hem niet, dan gebruiken we hem alsnog. Dus. En weer die Curse of the Mace. Ik haat dat zo erg, hè. Dubbel gesloten deur. Houd me niet tegen. Joepie. Daar zat ik niet op te wachten. Hallo, nog een dubbel gesloten deur. Is dat een dice room dan? Wat doen? Hallo. 5. Oh, dan mogen we er room opnieuw doen. Oh, die is handig. 5 is een van mijn lievelingsnummers die we tegen kunnen komen. Want dat betekent dat we nou nog een extra item kunnen vinden. Een extra deal with the devil kunnen vinden. Of met deal with the angel. Maakt niet uit wat. Maar ik vraag me echt af, wat is dit voor een... Nou ja, we schieten ruiten. Leuk. Maar die 5 room die moeten we zeker onthouden tot we die hebben. Daar kunnen we heel veel leuke dingen mee. Oh, die splashen heel erg. Moet je kijken, joh. Moet je kijken hoe die splashen. Oh, dankjewel Hugo. Dus het zorgt ervoor... ja, sowieso piercing shots, maar die hadden we al. Maar het zorgt er ook nog eens een keertje voor een extra grote splash damage. Geniaal. En waarom ook niet? We feel blessed. Oftewel meer soul hearts voor ons.
Nee, want we hebben een Jokerkaart. Die wil ik bewaren. Mag ik alsjeblieft naar boven toe? Dankjewel. En ik hoor een lachje. Oké, nou. Geen greet. Goed zo. De boemerang wil ik eigenlijk niet hebben. Dus we kunnen wel de Soulheart kopen. Bommen hebben we genoeg. Vergeet niet, we hebben de 5 room ook nog. Dus. Het ligt eraan wat voor nummer dat erbij staat. In dit geval staat er een. Hey, nou hebben we onze. Is dat alleen maar als je. Is dat totdat je geraakt wordt of zo? Dan hebben we onze normale tiers weer. Maar het ligt er in ieder geval aan. Met welk. Welk nummer dat er staat. In dit geval stond er een 5. En een 5 die wil zeggen van op het moment dat je daarop gaat staan, dan restart je zeg maar de room waar dat je in bent. Dus dat wil zeggen dat je een extra item kan krijgen, et cetera, et cetera. Je krijgt ook extra damage als je geen hartjes meer hebt. Ook nog eens. Wacht, als we... Extra damage, want we hebben geen hartjes meer. Wat is dit? Die willen we niet. Misschien kunnen we nog een Joker room krijgen. Ik weet niet. Er is ook genoeg Black Hearts. Hoi. Nee. Stouten jullie. Die hebben we niet nodig. Hou de Joker Room. Oh, wacht. Snikies. We waren bij Ma. Dat wist ik nog niet eens. Dat was ik vergeten. En ik kan er niet uit teleporteren. Oh, damn. Dat was ik vergeten. Nou ja, wel weer een holy room. Dus wij gaan gewoon de Polaroid pakken. En wij gaan hier naartoe. En. Oh, je bent toch gelijk boos? Wat heb ik je ooit aangedaan? Nou ja, we hebben de mind. Dat is gunstig. Hi. Kleine ruimte. Hou ik niet van. Oké, we kunnen Mega Satan doen. Dat is gaaf. Alleen jammer dat we dus niet de. Room opnieuw kunnen doen. Jammer. Anders had ik die thuisroom graag willen gebruiken. Maar dat maakt niet uit. We hebben in ieder geval de sleutel compleet. Dus we kunnen de mega. We kunnen Mega Satan doen. En we hebben ook de. Mind nu te pakken gekregen. Waardoor dat we dus zeg maar de hele map kunnen zien. Dus zitten we niet in ieder geval verborgen van waar moeten we in godsnaam naartoe. En. Hé, hey, weer een damage up. Alsof onze damage nog niet high genoeg is. Oh god, oh god, oh god. Dit is een van de beste runs die ik ooit heb gehad. Paas erop. Jij ook. Weg. We hebben echt heel veel geld op het moment. Er is daar wel een... Ja, weet je wat? We gaan gewoon elke kamer langs. Waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben zoveel kracht. Laten we er ook gewoon misbruik van maken zo. Hoppakee. Heel veel batterijen. Jammer dat we die nog niet kunnen gebruiken. Je kunt Steven namaken. Hoezo Steven namaken? Moet je een beetje afstand houden? Ik hou er niet van als je zo creepy doet. Deze dingen die kunnen ook altijd een heel goed iets hebben. In dit geval niet. Dat kost 2 hartjes. Dat doet best wel pijn. Dat is dan wel vervelend. De bos Steven. Nou, we hebben Steven en Steven, dus we hebben 2 Stevens. Mother is watching you. Nee, wij houden liever die Joker bij ons. Nee, ga weg. Ik bedoel, kijk naar onze damage, serieus. Och, kijk hier nou toch eens. Een dingeltje. Hij kon nog niet eens dashen. Ik kreeg geen toestemming voor. We hebben weer nog meer. Oh, nee. Jullie mogen mij niet raken, hè. Staat niet in jullie contract. Bijna maximaal aantal muntjes. Dat was een zinloze kamer. Hoe bedoel je dan dat je de bos na kan maken? Ik snap niet precies hoe, want... we hebben 2 Stevens, maar... We hebben de damage en de familiar, maar... Oh, dat was dom. We hebben echt weer hartjes nodig. Hoi. En niet dat soort hartjes. Nu moet je de wever hebben. Oh, ook nog eens. Zo, dat ging snel.
Penny Tears. Wow, what? Oké. Wauw. Wauw. Ja, onze damage is off the charge. Ik ben nou net een Rosalina. Waarom ook niet? Hallo. In de vorige livestream part, jongens, daar hadden wij gewoon dat wij Mega Greed gingen verslaan. En nou zijn we gewoon Mega Greed geworden. Waarom ook niet? En echt, hoeveel krijgen we... Weet je wel, ik denk dat ik hem gewoon beter een keertje op kan pakken, want hij blijft me terugkomen. Oh nee, ik kom van die Mystery Sack af natuurlijk. Hoi. Hier, moet je kijken, we hebben hem twee keer. Weet je wel, hier. Ta, 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 ta. Oh, wacht, er zit hier de secret room. Toi. Pilletjes. Invested. Gratis pinnetjes. Speed up. Altijd handig. Range up. Altijd handig. Speed up. Wil ik ook hebben. PhD, jongens. Oh, daar word je zo blij van. Oké. Nou. Wat trouwens bij Afterbirth ook is aangepast. Op het moment dat jij zeg maar bij It Lives bent. En je hebt dus zeg maar een deal with the devil of een deal with the angel. Dan krijg je ook echt een deal. In plaats van dat je daar alleen maar zeg maar een kamer hebt. Die jou brengt naar ja, het volgende level. Dus. Drie bommen niet nodig. Nope. Oh boy. Oh, snijvogels. Doei. Oké, welke baas hebben we? Skolex. Oh, 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 oh. Zo, kijk onze damage. Nee, niet, niet de monstro aanvallen. Hè? Dat mag niet. Ja, bijna dood. Dat is dood. Oh, we produceren ook nog eens een keer geld. En we hebben geen deal with the devil. Range up. We hebben wel een deal. Oeh. We hadden een... Hebben we een guppy item? Ja, we hebben guppy spa. YOLO. We gaan het gewoon doen. Misschien niet een slim idee, maar we gaan het gewoon doen. Ik krijg nu nog meer geld. Ja, maar we zitten al op maximaal geld. Oké, ik wil eerst naar boven toe. Pilletjes zijn tot nu toe heel erg gunstig geweest. One makes you larger. Die is niet echt handig. Telepils, die hebben we nog niet gezien. Wat is dit? Range up. Altijd handig. Dan denk ik telepils meeneem. Dat is wel handig voor een sacrifice room. Misschien tot we namelijk Guppy nog kunnen worden. Dat is altijd handig. Hallo. Plaats jou op. Wat is dit? Bounce back. Hebben we nou bouncing tears dan? Nee. Jammer. Zou wel leuk zijn. Ik krijg je toch ook soul hearts van of iets? Protective flies of zo. Of meer bommen en sleutels. Zal altijd handig zijn. Laten we er even mee spelen. Dit is HJWY88AB. Helemaal vergeten door te geven. Kom op. Geef iets. Nou ja, we hebben een paar bommetjes eruit gekregen. Boom. Helaas geen soul hearts. Daar was ik wel eigenlijk naar aan het hopen, want die hebben we niet meer. Durf ik het? Nee, één kistje is niet waard. Dan hebben we hier. Oh, hoi. Hoi, hoi, hoi. Oké. Oh, rustig aan waar je schiet, kerel. Ik bedoel, ik heb ook gevoelens, hè. May you be poor and hard. Dat ben ik absoluut niet. En hier. Nee, we willen niet random... gestompt worden door onze moeder. Oké. Concentratie is key, want we moeten echt heel voorzichtig zijn met onze helft. Ah!
Als we nou Guppy konden worden, dan was ik echt een heel blij konijntje geweest. Wat is dit? One makes you larger. Ik wil niet larger worden, snap dat nou eens. Oh, ho, ho, ho. Nope, nope. Welkom bij de noopkamer. Als je een Annie aanraakt, dan schiet hij of jij terug naar de, door de room. Hm? Hoezo dat? Dat is toch met de cursed eye? Maar laten we helemaal niet geraakt worden. Dat lijkt me een veel beter idee. Oh, crossdeer. Net als ik zei dat ik niet geraakt wou worden. Oh boy. Zo. Kijk uit. Oké, we hebben nog maar 2 hits. En ik ben nou niet echt een bepaald iemand die gelooft in het geluk wat de, ja, wat Guppy's Collar kan geven. Dus. Ja, maar ik hou liever deze dingen. Dus. Hij kan een health up geven. Kom op. Oké, ik deed het. Goed. Ik gebruik daar hier gewoon de telepils voor. Geef me een health up. Geef me een health up. Wees mijn vriendje. Wees mijn buddy. Wees mijn maatje. Geef gewoon een health up. Geef een health up. Oh, die groen die ziet er ook interessant uit. Geef me een health up. Dude, maakt mij niet uit. Al neem je al mijn geld. Geef me gewoon een health up. Daar ligt een soul heart. Die wil ik hebben. Zo, hij geeft wel heel erg veel deze. Kom op. Zo. En kijk hier, joh. Vreet al mijn geld op. Wat is dit? Judgment. Nou, kunnen we er nog eentje pakken. Waarom ook niet? Blue map. Zo zinloos. Oké, nou weet je wat. Daar. Oké, heel voorzichtig. Wacht, als dit een Jera rune is. Nee, daar. Oké. We hebben in ieder geval Soul Heart. Dat is alleen maar gunstig. Judgment. Nog één. Geef een health up. Doe je broertje, die kon het niet. Jij kan het wel. Blue Map is normaal gesproken zeg maar die de secret rooms vertelt. Maar ja, we hebben al de mind dat we alles weten. Dus health up. Mooi. Kunnen nog altijd gebruiken met cupje spa. Dus dat is altijd gunstig. Oké. Hoi. Niet schiet op mij. Dat mag niet. Daar geef ik je een toestemming voor. Oké. Speed up. Dank je. Speed up. Dank je wel voor dat ook nog eventjes te vertellen. Ja, laten we die 3 kamers hier ook nog even doen. Misschien zit er nog iets boeiends in. Poef. Oh. Golden key. Niet echt nodig meer, maar goed. Oh. Waarom gaan jullie alle 4 gelijk mijn kant op? Daar heb ik een toestemming voor gegeven. Weer die Swallowed Penny. Die heb ik al opgepakt in een keer. Ga daar toch eens mee fietsen, man. Oeh. Het is niet echt zo gunstig, maar... Nou ja, gratis de item mag je nooit eigenlijk, zeg maar. Loop ik er alsnog in. Ik ben echt dom. Ja, die pakken we gewoon. En we zijn Guppy. We zijn Guppy. We zijn officieel Guppy geworden. Net op tijd voor It Lives. Dat was It Lives. Nou ja. Krampus! En Lamp of Coal. Waarom ook niet? Maakt het alleen nog maar sterker. Oké, nou. Dit is bijna niet meer te verliezen. Dit is bijna niet meer te verliezen. Oké, nou. Dit gaat leuk worden, jongens. Oké, secret onder ons. Vergeet niet, we hebben 1 hartje. Dus op het moment dat we echt in paniek komen, kunnen we nog altijd... Guppy's paw gebruiken. Hoi. Doei. Wij one-shotten nu echt alles bijna ondertussen. Hoi. Oh, kijk nou toch eens. Soul Heart. Oké, dus we hebben een Soul Heart. We hebben een Holy Heart. Puberty, daar waar we niks mee doen. Hoi. Wat had ik die telepils nog? Hier beneden? Nee.
Hoe lang duurt het nog, denk je, aangezien ik zo ga slapen? Nou, we hebben hierna nog één roen, dus... En aangezien dat we hier overal zo snel doorheen gaan... Hoi! Doei! Dit is OP, jongens. Oké, we hebben tweede Holy Heart. Envy! Doei! Nee, dat item is zo slecht, dat wil ik echt niet. Weet je wat? Gewoon doen, gewoon doen. Wat is dit? Vision! Die was zinloos. I've been there! Isaac die kijkt inderdaad zo van... I've seen things. Hi. Oké, nou. Isaac die hoeft zich eigenlijk nergens zorgen over te maken, want... Tot serieus, moet je kijken, we vliegen overal gewoon doorheen, hè. Daddy Longlegs! Geniet van de splash damage. Waarom ook niet? Oké, gaan we hier omhoog. Monstro 2, normaal gesproken ben je daar keilang mee bezig, maar nu niet meer, want daar heb ik geen zin in. Joker card. Nice! Laten we doen. Waarom ook niet? Is handig voor de volgende room waar we naartoe komen. I can see forever. Een beetje zinloos, maar ach. I can see forever. Jongens, ik vind het eigenlijk best wel gaaf dat we een super OP run hebben op het moment dat we... Nou ook voor aan het livestreamen zijn en lekker YouTube erbij hebben. Hartstikke gezellig. Dat is een dom item. Ik heb je spaar, hou ik dan liever bij me. Hoi. Kijk hoeveel. Ik en Yves, wij gooien gewoon muntjes op hem. Doel serieus. Iedereen wil muntjes. Alles en iedereen wil muntjes. Hier, allemaal muntjes. Allemaal voor jullie. Allemaal muntjes voor jullie. Waarom ook niet? Hier. Hier. Wat? No munnies? Hier. Oh, hier kunnen we Soul Hearts uit krijgen. Have you seen the exit? Ja, dat wel. Kijk hier, Soul Heart. Hoppakee. En is dit een Jera Rune? Nee, is Passage. En die hebben we, die doet hij volgens mij niks. Nee. The Lovers, die zinloos. Strength. Die kunnen we wel goed gebruiken. Oeh. Dat is op zich wel een boeiende trinket, maar die wil ik niet. Hi, spinnen. Doei, spinnen. Eigenlijk zou je dan ook nog Money Equals Power moeten hebben. Oké, nou. Hop. Hallo. Twee hits. Isaac! Doei, Isaac. That escalated quickly. Oké. Dus we kunnen Mega Satan gaan doen. En die gaan we zeker ook doen. Maar we gaan eerst zeg maar gewoon Blue Baby verslaan. En alle items pakken die we pakken kunnen. Dus laten we kijken welke items we vinden. Spectral Tears. Dit item wil ik niet. Die wil ik wel. En deze weet ik niet wat het doet. White Shot. Ik weet niet of dat iets heeft veranderd. Nice Hat. Host Hat. Wat doet dat? Wat doet de Host Hat? Wow. Kijk onze Tears. Er zijn gewoon een derde van het scherm ondertussen. Hallo. Mega Satan maakt geen kans. Oh, ik ben geraakt. Hé, hey, jullie zijn Creed. Kan ik ook niks aan doen dat jullie dan zo graag muntjes willen. Met strength krijg je extra hartje en daarmee kun je als het goed is cheaten met een cupje spa. Ik weet het niet. Gebruik hem gewoon weer. Oh ja, wacht eventjes. Met de strength card kun je inderdaad cheaten met Cuppy Spark. Snap wat je bedoelt. Gaan we ook doen ook. Hoppakee. Wow, vier van die beesten? Serieus? Dankjewel voor die reminder. Dat was ik helemaal vergeten dat ik dat kon doen inderdaad. Wat we nou zojuist gedaan hebben is met de strength card. Normaal gesproken krijg je dan voor die ene kamer krijg je één hartje. Maar omdat we Cuppy Spa hebben kun je dus rode hartjes veranderen in drie soul hearts. En aangezien dat ik dacht bij mijn eigen van ach, waarom ook niet. Tenminste, dat heeft Hugo net zo mooi verteld. Dankjewel Hugo. Auw. Hebben wij dus nou extra drie hartjes. En
bonen we alles wat op ons pad ligt. Het is jammer dat we het spel niet kunnen breken, maar ik bedoel serieus, dit is al behoorlijk gebroken zo. Nee, ik wil niet groter worden. Ik blijf liever mijn tiny self ik. Maar ik vraag me af wat die, wat dat skelet op mijn hoofd doet. Even tot we nou nog quadshot vinden, dat zou ook helemaal geweldig zijn. Auw! Niet zo voor mijn neus in één keer verschijnen, dat is niet lief. We hebben alles mooi. Oké, screw it. Elke keer als we nou schade nemen namelijk, dan krijgen we automatisch een preventieschild om ons heen. Hè. Volgens mij. Ja, we hebben die kamers daar nog, oké. En wil ik alsjeblieft stoppen met tegen iedereen aan te botsen? Ik weet dat ik super snel ben. Oh, Steam Shield. Waarom ook niet? Wat is dit? Telepils. Leuk. Is dat Epicac? En wat is dat? Wat is dit? Number 2. Uh-oh. Is dit Epicac? Of is dit rubber cement? Was dit niet rubber cement? Ik haal die twee altijd door elkaar heen. Hè. YOLO. Epicac. Oké. Daar wil je niet graag bij zitten. Ik ga het gewoon doen. Ik ga nu echt volgende livestream natuurlijk de video van morgen. Doei! Doei! Ah, alleen we kunnen ons eigen ook opblazen, dus we moeten wel uitkijken met wat dat we doen. Unidentified. Oh, dan kunnen we naar de... Ja, alleen dan kunnen we Mega Satan niet doen. Dat zal wel jammer zijn. Ik wil Mega Satan doen. Mega Satan gaat voor. Oké, eerst eventjes die... Even een shortcut hier maken. Explodende muntjes. Wat is dit? Feel lucky. We hebben sleutels genoeg. Laten we hem ook pakken ook. Waarom ook niet? Hoi. Mij niet raken alsjeblieft. Ik heb geen toestemming voor. Hier, vang een muntje. Vang het muntje. Nog meer HP! Oh nee, echt niet hè? Ik heb aan die beesten zo'n hekel. Wat zijn dit? High Priest. Die skelet heeft de kans om schoten te blokken en wanneer hij dat doet schiet hij tranen af en precies dezelfde als... Oké. Thanks! Hugo, je bent handig. Oké, nou laten we eerst eventjes Blue Baby gaan killen en daarna gaan we naar Mega Satan. Waarom ook niet? En dat was Blue Baby. That escalated quickly. Oké, okay, Mega Satan tijd. Screw it. Laten we een einde aan maken. Misschien komen we nog eventjes... Weet je wel? Nee, ik wil... Ja, trouwens, hou die telepels maar bij. Maakt niet uit. Dat was hierin. Deze kant op. Naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. En dan hierheen. Here we go. Mega Satan. Here we go. Vangen. Oh, we worden nog niet eens geraakt door onze eigen explosieven. Dat is gunstig. Hallo. Vang dit. Vang dit. Vang dit. Hi Ivy. Ivy, hoe je ook heet. Maakt mij het uit. Sterf gewoon. Ik schiet wel door, hoor. Ik knal alles overhoop hier ondertussen. Boom. Boom. Such boom, such wow. Oké, okay, tweede fase.
Hij is al verslagen. Hij heeft ons één keer kunnen raken. Ah. Nou, we hebben Green Baby gehaald. En we zien Guppy daar ook liggen. En dit is eigenlijk best wel... Ik ben goed. Ik ben kwaad. Ik ben goed. Ik ben kwaad. Ik ben goed. Ja. Zelfde player. Een dark player. Hoe. Creepy. Kan hij zwaar ademen, zeg. The Binding of Isaac Afterbirth. Hartstikke leuk. Green Baby! En het geluid valt weg. I broke the game. Oeps. Maar dat maakt niet uit. Beste YouTubers, ik hoop dat jullie deze run ook heel erg leuk vonden. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Twitches, het was super gezellig deze livestream. Ik hoop dat jullie het ook zeker naar je zin hebben gehad. Isaac and his mother lived alone. Het geluid is weggevallen. Oh, we hebben geen geluid meer. Mijn geluid is helemaal weg. Juist. Nou, dat fix ik zelf wel. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!